gaan beginnen aan die 16:45 pot. Waarbij Louis van Gaal hier zit. Ja, waarschijnlijk voor Klaasie, voor Bruno Martensindi. We zijn begonnen aan de wedstrijd. Als Sparta gelijk de bal naar voren trapt. Vito van Krooi kan gaan scoren. En dat gelijk al doet. 1-0 Sparta. Buitenspel. Buitenspel. Het feestje wordt gevierd door Vriends, door de Guzman. Maar er wordt buitenspel geconstateerd. Ik denk ook dat het buitenspel is. Het wordt gekeken in Zeist. Maar dat er een bedoeling zat achter hoe Sparta aftrapte. En dat Sparta bedoelingen heeft vandaag om het hier AZ heel lastig te maken, mogen duidelijk zijn. Wat een begin. Hij wordt afgekeurd. Oh wel, even kijken. Ja, het is buitenspel, denk ik. Maar ja, mooie aanval. Bijna 1-0, Ruud. Ja, aan de rechterkant staat Abels klaar. Staat Lokilo klaar. Namli, ze waren allemaal weg. Verschuren. En ik dacht, wat gaat hier gebeuren? Maar de bal naar het centrum. En dan iedereen let op die gasten die vertrekken. En niemand lette op Vito van Krooi. Alleen, ja, ik zei al gelijk, buitenspel. Ik stak mijn hand omhoog. De assistent scheidsrechter deed dat ook. Wordt gewacht. En hij ligt ook klaar om een vrije trap te nemen. Maar scheidsrechter Van der Laan wacht nog tot hij te horen krijgt dat zij definitief van de VAR dat het inderdaad buitenspel is. Hij gaat zelf kijken. Doelpunt! Doelpunt! Het is een doelpunt! Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wij met onze grote mond. Het is buitenspel. We geven de assistent scheidsrechter gelijk. Wat zitten we nou allemaal te lullen? Wij zaten ook te kijken naar die gasten die op rechts allemaal weg waren. De Sparta-mars klinkt opnieuw na 30 seconden. Is het 1-0 voor Sparta op het kasteel tegen AZ. Vito van Krooi komt even een knuffel halen bij Noordin Boukari. Hij was weg. Lette helemaal niemand op hem. Stond dus blijkbaar niet buitenspel. Pavlidis heeft afgetrapt. Hij zit er dus in. Hij staat. Wat een heerlijk begin op die 16:45 op zondag. Heerlijk, zegt Sinclair. Sparta AZ 1-0. Ik wil dan toch wel weten na hoeveel seconden die erin lag. 29. Niet eerder? Bal naar voren getrapt en gelijk een doelpunt. Ja, het duurde natuurlijk heel lang, maar wat een ongelooflijk snel en mooi doelpunt.